Patres en ik werk voor het sorteerteam van Sint-Truiden. De volgende systemen die wij daarvoor gebruiken is twee borden. Enerzijds het dagelijks meetingsbord. Daar hebben we dus ook onderverdeeld. Een eerste luik is wie werkt er, wie is er aanwezig, wie heeft er verlof, wie is er aanwezig voor een bepaalde taak te doen. En zo wordt dat dus ook verdeeld. Als alle taken verdeeld zijn, kijken we ook naar post-its. Zo kan er bijvoorbeeld op staan, iemand is zijn werkplek vergeten op te ruimen. Of als er eventueel labels bijna te kort zijn, dan wordt dat daar ook opgezet. En dan kunnen we tegen de teamleiders eventueel zeggen van, de labels zijn bijna op, kunnen jullie dat bijbestellen? Het dashboard, dat wordt dus om de 14 dagen wordt dat eigenlijk gebruikt. Dan hebben we om de 14 dagen een meeting van wat is er goed gelopen, wat loopt er minder goed. We werken daar dus ook met systemen van smileys. Tijdens die tweewekelijkse meeting wordt dat dus overlopen en dan bespreken we dat ook en dan zetten we dat ook onmiddellijk in praktijk. Via het competentiebord heeft een van de medewerkers gezien dat een bepaalde persoon graag zou willen leren prijzen. Dat was er eigenlijk nog niet van gekomen. Dus op een gegeven moment heeft zij die persoon gevraagd van, wil je me even komen helpen? Die persoon heeft dus een ganse voormiddag aan een stuk geprijsd. En na een paar dagen ook nog altijd. En die is nu zo volledig mee dat hij volledig zelfstandig prijst.